Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Je kunt hier op de achtergrond al zien. We zijn aangekomen bij het bureau in Zeist. Een van de bureaus in het district Oost. En we gaan vandaag meelopen. In twee delen eigenlijk. We gaan eerst meelopen met de districtchef van politie Utrecht Oost. En daarna gaan we meelopen met de wijkagenten van Zeist. En we gaan eerst aan de districtchef even vragen van wat doe je nou eigenlijk de hele dag? Waar hou je je mee bezig? En hoe ziet je werkdag eruit? Ga je naar buiten op straat of is dat heel veel binnen? We gaan het allemaal zien. En daarna gaan we natuurlijk op pad met de wijkagenten. Dus we gaan vast naar binnen. Saskia Blauw, goedemorgen. Goedemorgen Saskia, hallo. Hey. Hoi. Ik ben HOVD deze week. Nou, dat is mooi. Zeker. Dan gaan we veel zaken doen denk ik, want ik heb zes diensten deze week. Bijzonderheid die ik op dit moment voor je heb, ik hang ondertussen ook op met mijn andere lijn met onze technische beheerskant in gesprek. En dat is dat we vannacht, wat jullie misschien gehoord hebben in Utrecht, een aantal explosies hebben gehad op knallen. Ik had het OC aan de telefoon. Ik ben deze week hoofdofficier van dienst en dan bel ik altijd op maandagochtend de officier van dienst op het operationeel centrum, dus bij de meldkamer, om te horen of er bijzonderheden zijn. Dus die bijzonderheden heb ik nu gehoord en als er wat is deze week, dan word ik eigenlijk altijd door die OVD, die belt mij dan om af te stemmen wat er moet gebeuren. Nou, mijn naam is Saskia Blauw, ik ben sectorhoofd van district Oost-Utrecht, dus dat betekent dat ik eindverantwoordelijk ben voor ons district. Enerzijds ben ik intern verantwoordelijk of eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van ons district, dus voor de teams. Dus ik geef leiding aan de teamchefs en de zes teams in ons district. En anderzijds ben ik ook aanspreekpunt voor burgemeesters, Openbaar Ministerie. Is dit een 40-uurige baan of is dat toch wel... Ik probeer dat wel te doen. Dat is wel mijn ambitie. Red je dat of niet? Is het iets waar je altijd aanstaat? Of is je moet wel altijd aanstaan, maar ik probeer wel het goede voorbeeld te geven dat deze baan ook kan als je niet 60 uur werkt. Okay. Dus ik probeer daar echt het goede voorbeeld in te geven, dat kan. Daar moet je plaatsvangen die af en toe... Zeker, ja. Ik probeer dat echt samen te doen en zelf ook af en toe bewust te ontspannen of te sporten of andere dingen te doen. En dan zien we je natuurlijk ook in uniform zitten, vol ornaat, operationeel. Is dat ook dat je dan nog dienst op straat draait? Nou, in principe niet. Dus in principe is mijn baan echt het leidinggeven. Mm-hmm. Maar ik vind het wel heel belangrijk om goed in verbinding te zijn. Dus om mee te gaan de wijk in of een dienstje mee te lopen. Dus ik ga graag mee de wijk in, maar mijn eigen werk is het niet. En wat is nu voor jou het allerbelangrijkste als leidinggevende binnen deze politieorganisatie? Ik vind het heel belangrijk dat wij een politie zijn voor iedereen in onze samenleving. Dus ik vind het ontzettend belangrijk dat we er zijn in de wijken waar we er moeten zijn. En ik vind het intern binnen onze teams super belangrijk dat iedereen er mag zijn. Dus ben je anders dan een ander? Heb je een andere mening? Wil je iets bespreekbaar maken? Ik vind dat we er echt voor een ieder zijn. We hadden het al een beetje gehad over het aantal gemeenten en de basisteams, maar ik kan me voorstellen, waar bestaat het district dan uit? Welke teams? Wat voor soort teams eigenlijk? Nou, ieder district bestaat eigenlijk uit een aantal basisteams, dus dat zijn echt de blauwe politieteams. Mm-hmm. En een districtsrecherche en een flexteam. Dus dat zijn eigenlijk de vaste teams die ieder district heeft. En specifiek ons district bestaat uit vier basisteams en een districtsrecherche. De districtsrecherche doet de onderzoeken naar... Nou, middengrote criminaliteit, dan moet je denken aan een steekpartij of een overval of cybercriminaliteit tegenwoordig. Ondermijning, dus onderzoeken naar ondermijnende criminaliteit. Dus daar hebben we een districtsrecherche team voor. En we hebben een flexteam en die is flexibel inzetbaar op problematiek in een wijk. Dus stel er is een, bijvoorbeeld met de rondom de avondklok is dan heel actueel, dan kan het flexteam ook daar worden ingezet waar dat extra nodig is. Ja. Of als er een actie is met drugsdealers die worden aangehouden, dan kan je ook het flexteam als basisteam inschakelen om de aanhoudingen te doen. Ja, we gaan vandaag dus een dagje meekijken. Waar beginnen we de dag zo mee? Nou, ik begin de week altijd met een overleg met Filip. Hij is mijn plaatsvervanger. Dus we blikken altijd de week samen vooruit. Wat is er voor werk te doen? Wat komt er op ons af? Even onze agenda's afstemmen. Dus daar beginnen we mee. En dan heb ik wel begrepen dat normaal ga je vaak de deur uit. Alleen door corona moeten heel veel teams doen vandaag. Hè? Ja, dat klopt.
Ik ben benieuwd hoe je het vindt. Al die overleggen in Teams. Dus ik heb soms nu echt volle dagen. Mm-hmm. Gewoon de hele dag dat het online vergaderen is. Dus ik ben benieuwd. Dankjewel. Ik heb mijn halfjaarlijkse gesprek met de burgemeester van Bunschoten. Zoals volgend jaar juni hebben we een kinderburgemeester. Van corona, ja, de school, de bezoek. In het kader van Fieldlab een vijftal theaters open in onze eenheid. En het is toch een beetje een raakzaak. Waar het slachtoffer er slecht aan toe was, of is, die ligt in het UMC. Dit was gisteren. We zijn aan het einde gekomen van weer een overleg, zal ik al zeggen. De issue briefing, dat doen ze één keer per week. En daar worden alle operationele zaken van de hele eenheid besproken. Nou, je kunt natuurlijk niet operationeel of laten zien wat er exact allemaal werd besproken. Maar je kunt je voorstellen, nu zijn de voorbereidingen bijvoorbeeld van Koningsdag aan de gang. Dat soort dingen worden meegenomen. En zaken die afgelopen week hebben gespeeld worden daarin besproken. Denk misschien aan geweldzaken of grote onderzoeken die geweest zijn of gaan komen. Nou, allemaal dingen die spelen. En dat doen dan alle sectorhoofden in samenspraak met de eenheidsleiding. En alle expertise die erbij nodig is. Dus dat hebben we net gehad. Wij gaan weer verder naar het volgende onderdeel. Ik zou ook niet bij DMT-pakket vandaan komen, maar goed. Tot z'n recht. Dus het idee is nu dat er toch ook signalen niet worden opgepakt, terwijl ze... Als ze... Hoe overleggen ben je nu verder? Ik denk een stuk of 6 of zo. Nou hoor ik dat jij nu nog een overlegging gaat. Ja, klopt. Dan ga ik denk ik even met de collega's, de wijkagent hier van Zeist, een dienstje op straat. Is dat goed? Ja, dat is helemaal goed. Oké. Okay. Ja, moet ik eerlijk zeggen, dat overleg is denk ik niks voor mij. Ja, nou, fijne dienst. Thanks. Zo, we zitten inmiddels al in het voertuig en we zijn in de wijk waar de collega's werkzaam zijn. Nou, wij werken beide als wijkagent in Zeist Noord, de mooiste wijk van Zeist. Zeker, zeker. En ja, dat heeft heel veel verschillende soorten kanten van de wijk. En wij werken daar allebei al een tijdje. Ja, dan zijn we veel te vinden op de fiets, in de auto, maar ook op de motor. En dat doen we met heel veel plezier. Ja, het is best wel een grote wijk binnen baasteam Zeist, ZBOW. Zeist, Bunnik, Leusden, Woudenberg, want zo groot is ons gebied. Ja, en Zeist, heel veel mensen denken als ze de naam Zeist horen van het is een elite dorp, wonen veel vermogende mensen. Ja. Maar goed, onze wijk is echt wel een afwisseling van zowel mensen die best wel vermogend zijn als mensen die op bijstandsniveau leven. En dat brengt... voor ons werk echt wel wat leuke uitdagingen met zich mee. Veel afwisseling. Ja. Wat me nou wel een beetje gelijk opvalt is, meestal heeft een bepaalde wijk eigenlijk één wijkagent. Maar jullie zijn met z'n tweeën. Ja. Is dat is wel bijzonder toch? En meestal is dat hele zware wijken. Ja, eigenlijk hebben alle wijken in ons baasteam wel twee wijkagenten op één gebied. Dus dat is luxe. Al zouden we in onze wijk best wel met 3 man kunnen zitten, wat we eerst ook hebben gehad. Maar nu moeten we inderdaad met z'n tweeën doen. Ja. Ja. En we zijn heel druk met z'n tweeën, dat durf ik wel te zeggen. Hey, wat ik eigenlijk altijd een beetje vraag binnen basisteams. Wat is dit basisteam in jullie werkgebied, nou, specifiek in jullie wijk, nou echt een probleem waar we druk mee zijn? Dus natuurlijk elk werkgebied heeft zijn eigen dingetjes. Wat wel echt elk jaar weer oppopt is de jeugdproblematiek. Daar hebben we in onze wijk ook echt wel een aantal plekken, hotspots, waar elk jaar weer veel meldingen van komen. Waar we heel druk mee zijn, ook met de gemeente, met jongerenwerk. Ja. Want het is voor onze wijkagenten natuurlijk heel belangrijk om in die verbinding te blijven met de jeugd. Dat ze ons weten te bereiken als ze ons nodig hebben, maar andersom ook. Ja, en dat je afspraken kan maken met elkaar. Ja. Daarnaast zijn onderwerpen als ondermijning, drugsproblematiek zijn ook alweer dingen die veel terugkomen. En die hebben we ook in onze wijk mee te maken. En dat pakken we zo goed als mogelijk op, samen met partners ook. We gaan nu naar een plek wat veel wordt gebruikt door jeugd. Waar ze relatief best wel wat overlast veroorzaken. Vooral in de vorm van dat ze een hoop rotzooi en troep achterlaten. Speelt zich voornamelijk over de avonduren. Ik moet zeggen, het ziet er keurig uit. Hier hebben ze zich wel een afspraak gehouden. Dit lag helemaal bezaaid met troep. Ja. En het is allemaal weggehaald. Ik heb deur.
Keukenlaan in Soest. Eerst een rondje gedaan in het werkgebied. Heeft wat overlastplekken meegenomen en wat uitleg gekregen. En het wijkgebied bestaat voornamelijk uit een aantal flats zoals ik... Wij reden net over de Laan Vollover en er kwamen op een schoolplein een aantal partners van ons tegen. Onder andere de wijkmanager. En die zijn in samenwerking met een aantal andere instanties een leuk project gestart om meer binding in de wijk te krijgen. Ze zagen een aantal mooie houten tafels die daar gemaakt zijn om de mensen die hier wonen in de wijk, dat ze elkaar kunnen gaan ontmoeten. Er komt er mogelijk ook nog iets van een buitenkeuken bij. Dus ja, is leuk. Is leuk. Vinden wij als wijkagent ook leuk. Daar gaan we ook zeker aan meedoen. Of een keer mee kunnen eten. Het leuke is ook dat dat naast de weggeefwinkel zit. De weggeefwinkel is echt wel ja, een stuk hart van de wijk waar heel veel mensen komen. Ook vanuit hier de flats, maar ook omliggende wijken. Waar mensen dus terecht kunnen voor allerlei spullen. En Jantje Paasman runt daar vooral de boel met heel veel vrijwilligers die dat echt met hart en ziel doen. Dus het is wel heel erg leuk om naar te komen. Ja. Hey, fijne dag, succes met de auto. De grootste kans waar we nu winnen, het regent, ja, is thuis denk ik. Denk ik wel, ja. Maar hij woont in een flat toch? Het is een flat toch waar hij woont? Komt aan de achterkant er natuurlijk niet uit. Ja, we gaan samen met 3312 even naar het voor een aanhouding. We waren juist eventjes terug aan het bureau voor een klusje van binnenuit, zoals we dat noemen. Er is namelijk een aanhouding buiten hete daad die geregeld moest worden. Dus we moesten even het stuk ophalen, denk aan de machtiging, maar ook waarop staat waarom meneer of mevrouw aangehouden moet worden. In dit geval wordt er iemand aangehouden die zijn schorsende voorwaarden overtreedt. Die had een enkelband, maar die heeft het doorgeknipt. Dus die moet nu aangehouden worden omdat hij zich niet houdt aan de spelregels. We gaan nu met een aantal collega's onderweg richting de woning. Sluiten we de woning voor achteraf en dan gaan we kijken of meneer daar aanwezig is. En anders gaan we verder zoeken. Hallo. Ja. Ja. Is wel bekend, of niet? Ja. 3203, MD 3203 over. Ja, sorry, het lukt niet helemaal, maar in de woning over. Ja, we zijn in de woning. Hij schijnt niet thuis te zijn. We zijn in gesprek met zijn moeder. Dus voor de kleur van de achterkant even tegenover. Kijk, wij hebben een machtring. U laat ons netjes binnen, dus dat is ook helemaal het probleem niet. Maar wij moeten 100% vaststellen dat hij hier niet is. Ja. Kunnen wij boven kijken? Goed aan. Ja? Ja. Zoals jullie kunnen zien zitten we weer in het voertuig. We hebben helaas geen aanhouding kunnen doen, want deze meneer was niet thuis, niet aanwezig, niet in de woning. Maar we hadden wel veel medewerking van de mensen die wel woonachtig waren in de woning. Die weten ook wie het is. En die zijn eigenlijk in die zin zijn ze ook wel klaar met hem. Ze hadden hem al een paar keer tegen gezegd, meld je nou zo snel mogelijk bij de politie. Ze hadden hem even gebeld, ze hadden wel contact met deze meneer om te zeggen, joh, kom er nu aan. Nou, dat wil hij uiteindelijk niet. Dus hij staat nu nog steeds gesignaleerd uiteraard. En hij zal in deze dagen ongetwijfeld een keer tegen de lamp lopen. Of bij een controle, of bij huisbezoeken, of op andere momenten. Voor nu gaan wij weer verder de wijk in. Een beetje bijzonder, meneer Aalf. Ik vroeg me af waarom die op de stoep stond. Omdat ik heel even wat bedenken moest halen. Lekker. Nou, alles is voor nu in orde. Niet meer doen, want het is een dure bekeuring. Bij deze even een waarschuwing. Nou, dat stel ik zeer op prijs. Een fijne dag verder en u mag direct wegrijden. Thank you.
heeft helaas geen zicht meer. Reed vanaf de locatie van de snelweg. Dat is een beetje. Ja, maar ik blijf hier even staan. Driebergen richting het centrum van Driebergen. Om dat melden te hebben. Is omhoog geschoten en over de vangrail terechtgekomen. Wat hij dus geeft, is die dat hij vanaf het heel bijzonder. MD 3370, stel ze vragen af. Ja, iets meer. Ik heb hier een busje. Goedemiddag. Hallo. Hallo. Ik kwam even voor u. Die heeft het opgenomen in de APP. En... Ja, ik heb de rest. Ja, ja, we gaan die kant op. De 21 heeft iemand aangehouden buiten de daad voor de recherche. En die staat er zo alleen. Dat wil ik even willen overbrengen. Klopt. Ja. Oké. Okay. Ik ben aangehouden. Nou, helemaal goed. Je gaat bij ons achterin zitten. Ga je wel even boeien? Ik wil nog even weten of jij nog spullen in je zak hebt. Mag ik deze van mij geven? Mag even je handen op je dak? Ga ik je even fouilleren? Ja. Ja. Twee keer gelokt. Ja. Correct. We hebben het aangekomen door onze stuurder. Dus ik ga. Zo, een klom. Nou, ik ga hier nog een ritje gesprek zo vaak. Gaan we. Klopt, zit je opzij? Tot zo. Ja, dat is ik ben even de verdachte aan het insluiten in het systeem. Oké, zeg één keer. Ja. 3-1-3. Voor de oplettende kijkers, we zijn even op het bureau van Amersfoort. We kregen namelijk een klein klusje. De collega die op de motor reed, was mij een melding van een kleine aanrijding. En uiteindelijk bleek daaruit dat een van de bestuurders nog gesignaleerd stond voor een andere zaak. In ieder geval, die is daarop aangehouden. Heeft niks verder met de aanrijding te maken. Maar ons was verzocht, last natuurlijk om de motor een verdachte over te brengen. Om de verdachte even over te brengen naar bureau Amersfoort. Hier zit de recherche die de zaak in behandeling heeft. Dus we hebben hem net ingesloten. Dan gaan wij weer terug naar ons werkgebied. Hey, de reden dat ik jou staande houd, is dat we je achterop komen rijden. En dat ik vanaf dat moment al zie dat je bent aan het slingeren, je bent constant aan het remmen. Dan kom ik langs je rijden en zie ik dat je je telefoon vast hebt. En dat mag niet. Die is weer voor jou, doe voorzichtig. Fijne dag alsnog. Oké, dit is een fijne dag. Wij gaan naar Leusden, naar de Brunnitslaan. Daar is een ongeval met de fietsen. We weten niet precies wat er aan de hand is. Dat gaan we zo meteen zien. Ja, dat is ook bang hoor. Ik zal even bijlezen. Ja. Eenzijdig ongeval. Ja, wacht, pak even een schoen. Die heb je nu weer. Ja. Hallo, ziet u mij? Meneer? Hallo? Ik denk dat hij al wat op heeft. Ja, meneer is een heel klein beetje aanspreekbaar. Heeft wel zijn ogen open, maar voor de rest niet veel hoor. Is er een auto? Nee. Heb je nog oortjes in, meneer? Ja,
Hi. Ja. Nou, meneer zegt, hij kwam met de fiets. Hij is over de weg heen geschaafd en niks heeft hem geraakt. Niks heeft hem geraakt, hij is zelf gevallen. Ja. Ja. Nee hoor. Nee, maar je hoeft geen andere woord spreken. Want die blijft zich wel ontwikkelen. Dat blijft nog zo dat rijden. Gaan we het maken? Ja, maar we dachten we leggen. Ja, ik ben met z'n tweeën. Hoi, hallo. Juist een melding van in eerste instantie dat het een aanrijding zou zijn waarbij een fietser gewond is. Die was met zijn hoofd head first voorovergevallen en keihard op de grond terechtgekomen. Daarbij was hij niet meer aanspreekbaar, dus met meerdere eenheden, prio 1 en uiteindelijk ook de ambulance onderweg. Toen troffen we meneer daar op de grond aan met wat omstanders die de eerste zorg hadden verleend. Nou bleek inderdaad meneer wat ward daaruit te slaan en een van de omstanders zag hoe gewoon letterlijk waar we bij stonden hier een hele grote ophoping of verdikking kwam. Ja, ik weet niet zo goed hoe ik het omschrijven, alsof het bloed zeg maar zo binnen zijn hoofd uitpeilde. Dus dat was geen goed teken uiteraard. De ambulance maakte zich ook ernstig zorgen. Er kwam een tweede ambu bij. Uiteindelijk is ook een traumahelikopter opgeroepen. En is de meneer met spoed verzorgd naar het UMC zoals ik begrepen heb. Uiteindelijk is er ook een arts meegaan in de ambu naar het ziekenhuis. En wij hebben wat opvang en begeleiding van personeel ambu gedaan en ondersteunende dingen gedaan. Maar uiteraard ook aangehoord wat er nu bij alle getuigen aan de hand was. En nu bleek dat er niet in die zin een aanrijding geweest was, maar een lesvoertuig. En de meneer was op zijn fiets. En zoals getuigen nu verklaren, fietste meneer ergens waar hij voor hem moest hebben. Het lesvoertuig remde wel op tijd met ondersteuning van de coach die hem daarin een ingreep deed. Dus hij heeft hem niet aangereden. De fietser stak op dat geval nog uit boosheid of kwaadheid nog zijn middelvinger op, zoals getuigen zeiden. Keek vervolgens niet voor zich en struikelde over zijn eigen fiets of over zijn stuur. Dat is niet helemaal duidelijk. Viel daarop met zijn hoofd en gezicht voorop op de vloer en kwam met zijn hoofd op de vloer terecht. En de rest is zoals wij toen ter plaatse kwamen. Dus dat gaan we nog even voorleggen aan FO en eventueel voor later onderzoek. Maar goed, in eerste instantie gaat het even om de zorg van deze meneer om te kijken hoe dat verder zal lopen. Ja, bij deze voor uw toestemming waar nodig zijn de 33 minuten. Ja? Toestemming waar nodig. Voor de collega's onderweg richting de dicht gevinden Ben Nolder. U heeft inderdaad inbraak 6 personen gezien. 33.02 en bij 33.02. U ligt in Bergen te melden. Scooters. Zal ik dan even doorgaan?
Goedendag. Wat heb je in je handen? Oh, draai even de auto. 31-10. Hé, ik schijn niet in je gezicht. Ja, draai maar even snel eens toe. Ik heb mijn woord om aan te kijken. Of sta je in je blootje? Hey, dankjewel. Een blootje. Nee. Hé, wat ben je aan het doen? Denk ik even. Wat zeg je? Zo, je mat hebben bij je. Nou, het is wel ernstig met jou. Je kan er nu al niks meer van maken. Ja. Heb je echt zitten poepen hier op het pad in het park? Nee, ik ben geen hond. Jij bent geen hond, dat zeg ik ook helemaal niet. Maar ik vraag of je wel hebt zitten poepen, want dat hebben mensen gezien namelijk. Maar dit is niet de bedoeling zo. Je bent stom dronken. Je loopt te poepen op een pad, mensen zien dat. Mensen zien een volwassen vent, zien ze zijn ontlasting doen. Is dat niet de bedoeling zo? Dat gaat niet goed zo. Toch? Waar ga je slapen vannacht? Buiten. Buiten. Waarom ga je niet naar de sleep in Utrecht? We zijn inmiddels weer terug aan het bureau. Het is iets na 11. We gaan straks even wat mutatiewerk doen. En we hadden aan het einde nog een aantal meldingjes. We hadden nog een soort van, heette dat, inbraak. Maar uiteindelijk bleek het wat jeugd zijn die als het goed zegt, baldadigheid geloof ik, hè? Ja. Dus hebben we een aantal jongens nog van kunnen terugvinden door middel van kenteken van de scooter. En daarna hadden we nog een meneer. Een meneer die, vertel eens, wat was dat voor meneer? Ja, dat was een meneer die, die had wat veel alcohol op. En die vond het ook nodig om zijn... ontlasting, de vrije loop te laten. Ik vind het mooi hoe je dit... Ik moest wel even lachen. Je zegt gewoon, hij popte midden op straat. Hij popte midden op straat, ja. En mensen die vonden het toch niet zo fris. Ja, wij ook niet. En die heeft een procesopbouw gekregen voor het buitenscheppen van alcoholhoudende drank. Ja. En dat is ook niet de eerste keer bij deze meneer. Nee, wat ik merk wel een beetje in dit verhaal, dat die meneer... Het is natuurlijk... Ja. Sneu dat iemand op straat moet leven, maar hij heeft al heel veel hulpkansen gehad, begrijp ik een beetje, toch, in dit verhaal? Ja. Dus, hij wil ook echt zelf niet de hulp accepteren en ja, dan kunnen dit gevolg zijn. Ja. Mooi het hele gebied kunnen zien zo, hè? Ja, ik heb veel kunnen zien. Ik zal in de tekst een beetje bijzetten waar ongeveer alles ligt. Ik moet zelf met topografische kennis ook weer bijwerken. Dus ik wil jullie bedanken voor de uitnodiging dat ik mee mocht kijken. Ja, ook bedankt. Jij bedankt. Leuk dat je meedraaien. Ja. Ik zeg, doen we snel nog een keertje doen. Gaan we doen. Hey, bedankt. Wel thuis zo. Ga zeker doen. Dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. Laat nog een duimpje als je het niet gedaan hebt. Abonneer. Zie ik weer voor de volgende video. Later. Doei.